olvídate, amor, por mi relación. Cuando amen a you, a ti, het geweldig optreden van zanger Benjamin Faya was een van de verrassingen voor de vrouwelijke gevangeniswerkers vandaag. In verband met Moederdag hebben de samenwerkende organisaties Prison Fellowship Suriname, Second Transition Service, Push Forward en het Korps Penitentiaire Ambtenaren besloten om deze moeders in het zonnetje te zetten. Behalve dat op deze activiteit, Moms Need a Breakthrough, Pushing Through, de vrouwen hebben kunnen schilderen, hebben zij zich ook op bijzondere wijze kunnen vermaken, voornamelijk middels diverse spelletjes. Coördinator Desmond Plet zegt dat dit evenement moet bijdragen aan de mentale gezondheid van deze werkers. Waarbij de werkers ook heel veel meemaken. Vaak is de focus op de gedetineerden, die begeleiding. Maar als deze mensen die direct in contact staan met ze, eigenlijk niet stabiel zijn, dan weet je dat die zorg niet goed zal zijn. En op grond daarvan hebben we gezegd, we kunnen ze geen geld geven, geen goud, maar het is meer een stukje waardering naar hun toe en erkenning voor het harde werk dat ze doen. Een belangrijk aspect is volgens Plet dat deze groep van werkers bijzonder zwaar werk verricht. Deze vrouwen maken vaak lange dagen en zijn meer dan eens weg van hun gezin. Plet vindt dat het daarom belangrijk is om deze vrouwen te gedenken, gezien de zware verantwoordelijkheid om met gedetineerden om te gaan. Moeders, dat zijn gewoon supergeweldige mensen, ook door God geschapen. Het is een enorme taak, de verantwoordelijkheid die er op de schouders van de moeders, van de vrouw rust. En we kunnen ze niet dankbaar genoeg zijn voor alles wat ze doen. Dus ik wil zeggen, een grote, grote big up aan alle moeders. Geniet u van uw moederschap, geniet u van uw vrouw zijn. Want het is genade van God, wil ik echt benadrukken, genade van God dat u prachtige kinderen ter wereld heeft mogen brengen. Behalve alle spelletjes en prijzen die de vrouwen konden winnen, hebben zij ook mogen genieten van lekker eten. Plet geeft aan dat Rotary Club Paramaribo Central met een financiële ondersteuning een belangrijke schakel is geweest bij dit evenement. Aanstaande zondag wordt Moederdag herdacht.